Ronald, dankjewel dat we weer mochten kijken naar jullie stand. Het is het derde jaar alweer van jullie gecombineerd samen met Sharp Neck. Hoe is het bevallen de afgelopen drie jaar? Ja, er is natuurlijk een hoop gebeurd, de fusie tussen Sharp Neck. En je ziet het nu ook echt bij elkaar komen. We hebben dit jaar voor het eerst een aantal producten die we echt gezamenlijk ontwikkeld hebben. Dus die echt het DNA hebben eigenlijk vanuit NEC, maar inmiddels een Sharp label krijgen. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de nieuwe ME-serie. Hè. Dat was een serie die in de NEC line-up zat. Ja, dat is nu een heel nieuw product geworden. Met een mooie matpaneel, USB-C-connectiviteit. Dus een ideale oplossing ook voor de vergaderruimte. Maar die is nu onder het Sharp-netwerk dus aan ons assortiment toegevoegd. En geleidelijk aan zie je dus steeds meer voorbeelden van producten eigenlijk die ook onder het Sharp-label op de markt komen. Ja. Ook een nieuwe projector bijvoorbeeld, een 4K laserprojector. Laser deden we als, of projectie deden we als Sharp eigenlijk niet meer. En we zien langzamerhand dat onder de beide brands steeds meer nieuwe merken onder de markt komen. Ja, klopt inderdaad. Ja, wij zien ook steeds meer de samenwerking echt wel tot z'n gerecht komen inderdaad. En je ziet wel dat de kennis met elkaar gedeeld wordt. Het is fijn voor de markt inderdaad en ook fijn voor ons uiteraard. Ja. Vorig jaar hadden we zeg maar twee focuspunten op de beurs. Was het hybride werken en verduurzaming. Verduurzaming gaan jullie dit jaar weer een stapje verder, heb ik gemerkt. Ook met de mooie bomen die we op de stand zien. Kun je me daar iets meer over vertellen over de verduurzaming binnen Sharp? Ja goed, als Japanse fabrikant zit duurzaamheid echt in het DNA van ons als bedrijf. En je ziet dit jaar ook weer dat we met echt een aantal producten komen. Waar we niet alleen roepen dat we duurzaam zijn, maar ook echt laten zien dat we het verschil maken. En een voorbeeld is bijvoorbeeld dat we met onze LED-wall de mogelijkheid creëren om ze volledig uit te schakelen. En wat veel gebruikers niet weten is dat wanneer een LED-wall uitstaat of zwart is, ja, dat die vaak nog tot zelfs 20% van de energieverbruik verbruikt tijdens uitstaan. En als je bedenkt dat misschien 8 uur per dag zo'n display gebruikt wordt, 16 uur per dag uitstaat, dan is zo'n 60% van de energieverbruik van zo'n LED-wall wordt verbruikt als het product niet in gebruik is. Nou, daar hebben we dus iets op gemaakt waarbij een LED-wall volledig uitgeschakeld is, nul stroomverbruik heeft. En dan hebben we ook nog eens een nieuwe LED-techniek ontwikkeld, die als die aanstaat, ook nog eens een energieverbruik heeft die 60% lager ligt dan de traditionele technologie. Dus ja, daar maken we wel echt een groot verschil als het gaat om duurzaamheid. Ja, ja, dat is mooi inderdaad. Het is echt dubbel op. Het is echt voor onze reseller echt wel een eye-catch, dus een punt om met een klant te bespreken inderdaad. Om, ja. Ook zeg maar met een langere tijd inderdaad om rendement uit hun scherm te halen inderdaad. En dat is slechts één voorbeeld. Hè. We hebben bijvoorbeeld hier ook de e-paper staan, hè, een display. Weliswaar voor statische content, maar waar we zonder het gebruik van stroom, hè, zonder stroom, een plaatje kunnen tonen. Ja, klopt. Die hebben we nu in 13 en 25 inch beschikbaar. Ja, ja, dat is leuk inderdaad. Ja, dat is wel een mooie ontwikkeling inderdaad die veel meer op de beurs ziet inderdaad. Even terugkomen op het LED-gedeelte. We hebben een mooie showcase hier staan. Met de 0.7 Pixel Pit. Ja, waar gaan we naartoe in de toekomst? 0.7 is al best wel dicht op elkaar. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, we laten hier een van de nieuwe technologieën die we laten zien in het assortiment is een COB-technologie. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een technologie waarbij we de ledjes in een hars schieten eigenlijk. Zodat ze wat bestendiger zijn tegen impact. Hè, wat daarna de LED wel wat steviger wordt. En daarmee kunnen we ook veel kleinere pixelpitjes maken. We gingen met onze standaard SMD-techniek al tot 0.9. Wat al heel fijn is, dan kun je al een 4K-wall bouwen in 165 inch. Maar met het 0.7 gaan we dus nog een stapje verder, nog een stapje kleiner. Maar het is niet altijd nodig. We willen ook heel erg met een reseller meedenken. En met een eindklant meedenken om te kijken welke pixelpitch is nou passend voor de applicatie die gebruikt wordt. Want het is niet altijd nodig om naar 0.7 mm te gaan. Ik snap het inderdaad. Ja, ik begrijp wel dat je in een mooie boardroom wel een hele mooie oplossing wil hebben met die 0.7. Is dat wel echt wel een mooie oplossing. Zou kunnen, ja, als de content daarom vraagt. Ja, ja. Buiten het LED hebben jullie natuurlijk ook op de display vlak hebben jullie natuurlijk wat nieuwe ontwikkelingen. Je vertelde net al iets over de ME-serie. Kan je me daar iets meer over vertellen? Ja, dat is een nieuwe lijn producten. Voor ons echt een belangrijke toevoeging aan assortiment. En het mikt een beetje op enerzijds de vergaderruimte, waarbij het belangrijk is dat je een paneel hebt met een hoge hees, hè, dus weinig weerspiegeling. USB-C connectiviteit, waarmee je bijvoorbeeld een camera zou kunnen koppelen rechtstreeks met het display. Je pakt een USB-kabel, die we zelfs leveren in 5 en 7 meter lengtes. Die prik je in je notebook en direct is je content op het scherm. De camera die gekoppeld is met het scherm wordt gedeeld met je notebook. Dus het maakt een gewoon scherm in de meetingruimte heel eenvoudig om te gebruiken voor de gebruiker. En je raakt een beetje goed, hè, het probleem wat je met de verschillende connectoren hebt, ben je daarmee dus kwijt. Dus dat is een belangrijke toevoeging, die voegen we nu toe in 43 tot 65 inch.
En dat scherm heeft ook een ingebouwde Android-chip, wat voor ons nieuw is in het assortiment. Waarmee we er ook een doelgroep aansnijden, bijvoorbeeld voor corporate signage toepassen. Hè? Waarbij je zonder dat je een PC hoeft te koppelen, dus al content kan tonen op het display. Ja, perfect. Nou, hele mooie aanvulling inderdaad. Ik denk dat we de hoofdlijnen wel zo een beetje besproken hebben. Mocht je nou zelf willen kijken, we staan hier nog een paar dagen. Wees welkom. Ronald, alvast bedankt voor de rondleiding inderdaad. Mochten mensen nou niet in gelegenheid zijn om deze week te kunnen komen naar de ISC, ja, stroom niet om ons te bellen, te contacteren. En dan kunnen we altijd in Nederland een mooie afspraak maken. Ja, en dan kunnen we zeker mooie dingen laten zien. Ja, en we hopen ook met het team wat we hebben, samen met ABUSK, ook de resellers, te kunnen ondersteunen. Zeker als het gaat om LED in een voortraject. Bij de keuze van de juiste pixelpits, maar ook in het traject daarna. We hebben samen installatiepartners waarmee we jullie resellers kunnen ondersteunen. Dus kom hier kijken, maar ook als je hier niet bent. We komen graag bij ABUSK en nemen over zorgen en vertellen wat we allemaal kunnen doen. Zeker, gaan we zeker. Dank je voor je komst, David. Dank je wel, jij ook bedankt.